Ja, strijders, welkom. Tijd voor die heerlijke Hero SBC packs met kijkers. We gaan natuurlijk voor Ginola, voor Touré, Di Natale. Dat zou ik zelf ook echt fantastisch vinden met wat Serie A spelers in mijn team. Die drie zijn top. Lucio heb je nog, Marquisio. En dan wordt het langzaam maar zeker toch, nou ja, Okocha, Pele, Vuller, lachen. Veel plezier, duimpje voor de kijkers en we gaan beginnen. Goed, de allereerste kijker van vandaag. Hè? Dat is Luc. Luc uit Landgraaf. Luc, ik ga even naar je team kijken hoor. Ben je tevreden over je team? Ja, best wel ja. Best wel. Oh, ik zie nog niks. Ik zie een leeg veld. Ah, daar komt hij. Even kijken hoor. Het is wel een mooie kleurplaat. Ja, ja, dat wel ja. Hoe doet Nakata het? Ja, ik vind hem best prima, maar het kan wel beter. Ja, op welke hero hoop je? Ja, Ginola. Ja, natuurlijk hè. Wat zijn de andere goede opties? Ja, Cordoba denk ik. Ik ga gewoon even sorteren op prijs. Ginola, Yaya Touré, Di Natale, Lucio, Marquisio. Dat is de top 5. Daar gaan we voor. Ja. Yes? Oké, man. Succes. Ja, ik hoop eens goed. Ja, man. Komt-ie, ja. Luc. Ben je er klaar voor? Ja. Let's go. FUT Heroes pakket. Goed, jongens. Echt. Heel benieuwd wat we vandaag allemaal voorbij gaan zien komen. Het is in elk geval een Nederlander. Dan moet het Dirk Kuyt zijn, hè? Ja. Ja. Nou, ik kan wel traden met mijn klut. Dus ik kan die traden wel verkopen. Dat is dan wel weer echt een positieve side note. Want dit is echt niet een van de beste helaas. Nee. Moeten we best wel ver naar beneden scrollen. Thanks Luc, hier moeten we het mee doen. Helaas wel, maar alsnog wel een Nederlander dus. Ja, inderdaad. En ik zie het dubbel. Hartstikke idee. Ik stuur die andere lekker naar je transferlijst. Luc, jongen, doe de groeten in Landgraaf. Niet te veel skiën. Nee, doe ik. Oké, ciao. Goed, Quinten. Je hebt hetzelfde logo als de vorige kijker. Dat is heel toevallig. Oh. Jij zegt tegen mij, Quinten, ik kan op elke positie wel een verbetering gebruiken. Dit is niet jouw team, neem ik aan. Nee, dat was voor Icon Swaps. Ik dacht dat ze maandag zouden... Ah, oké, die heeft je al klaarstaan. Welke is het wel? Dream Team QPO. QPO? Wat is QPO? Dat is wel Kutje Power. Kutje Power? Yes. Kutje, klinkt wel een beetje gek. Ja, ze noemen mijn vrienden mij altijd, dus vandaag. Kutje, als je het snel zegt. Nou goed, niet belangrijk. Je hebt een mooi team, maar inderdaad, ik snap wel precies wat je zegt. Ja. Ben jij ook zo iemand die dan alleen maar op Ginola hoopt, of heb je een stiekem een andere voorkeur? Nee, een Kuyt of een Marquisio zou me ook wel leuk lijken of zo. Kuyt? Ja. Kuytje voor Kutje? Ja. Precies. Oké, top. Dan gaan we daarvoor, joh. We gaan gewoon voor iets leuks. Een leuke speler voor je team. Kutje? Daar komt hij. Let's go. FUT Hero nummer 2. Kom maar. Het is die... Je hebt er meer, hè? Al-Jaber heb je natuurlijk. Die Al-Owaigan heb je ook. Die is denk ik iets beter. Die is 175k. Ja, dit is dan net weer de minste van de twee natuurlijk. Sterker nog. Dit is echt de op één na goedkoopste. Sorry, dit is gewoon echt... dramatisch. Maar we gaan er wel wat leuks van maken natuurlijk. Ja, ga je er alsnog wat leuks van maken? Ik ga hem zeker wel gebruiken. Kutje, jij bent echt een positieveling, daar hou ik van. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt, man. Yes, dankjewel. Oké, kerel, jij bedankt, hè. Yes. Yo. Volgende. Oké, nummer 3. Twee dramatische packs tot nu toe. Maar Max, ik zie dat jij echt wel een ziek team hebt. Jij hebt 3 heroes in je ploeg. Ben je tevreden over deze 3 jongens, of niet? Ja, Morientes is heel goed. Ik vind Dudek slecht. En Leonberg kan er wel mee door. Oké. Duidelijk. Perisic, je hebt best wel een goed team, man. Welke positie wil je het liefst even nog wat upgraden? Denk Spits. Spits. En dan, wie is het best van deze twee? Morientes. Oké, duidelijk. Goed, nou, we gaan gewoon voor een goede spits. Kijk, Ginola uiteraard, weet je, die wil iedereen. Maar als we dan even naar aanvallers kijken, Di Natale past niet per se in je ploeg, maar dan maak je er maar wat van. Okocha is natuurlijk een Premier League hero. Die kan in de spits. Maar bij die Pelé Vuller, dat zou ook wel een goede zijn. Heb je nog een speciale wens? Nee, niet echt. Niet echt? Een Duitser zou mooi zijn. Een Duitser? Want? Vanwege Rüdiger? Nee, ik ben zelf Duits. Ben je Duits? Echt? Ja. Dat is wel toevallig, want mijn vriendin is natuurlijk ook half Duits, Carola. En haar broer heet ook Max. Moet je nagaan. Ja, dat kan geen toeval zijn. Dat kan geen toeval zijn. Ik denk ook dat jij echt iets heel goeds gaat pakken. En ik hoop ook echt Rudi Vuller. Hoe Duits moet iets klinken? Rudi Vuller. Ja, dat is niet normaal. Nee, dat vind ik ook niet normaal. Hey, ben jij wel in Nederland geboren? Nee. Ook niet? Je bent echt een Duitser gewoon. Ja, nee. Ik ben in Barcelona geboren. Alright. Allebei je ouders zijn Duits? Ja. Oké, sick. Sowieso een speciaal verhaal. Laten we maar een keer een podcast opnemen, want volgens mij heb jij een bijzonder leven gehad. In elk geval, Max, daar komt-ie. We gaan voor het maximale, maar Rudi Vuller is eigenlijk gewoon het maximale wat we willen. Het is een Duitser! Oh, het is koolertje. Ja, je bent wel op je wenken bediend, maar... Ja, wel een legend. Het is wel een legend, absoluut. Legend op ons kanaal. Ajax shirtje aan, staat hem hartstikke goed. Hij is lengthy, dus ik denk dat ook Pasky heel jaloers op je is. Ja. Maar jij staat niet te springen, geloof ik.
Nee, net niet. Nee, snap ik. Het spijt me, man. Ja, je hebt te hard om een Duitser geroepen, denk ik. Ja, misschien wel, hè. Ja. Ik hoop dat je ermee kan leven, man. En ik spreek je de volgende keer, ja? Ja, dankjewel. Oké, man. Jij bedankt. Dankjewel. Tjus. Oké, jongens. Ja, we kunnen niet ontevreden zijn. Met Kohler is denk ik elke kijker gewoon gematigd tevreden. Ben jij daar ook blij mee, Job, als we die voor jou pakken? Kohler? Nee, totaal niet, nee. Meen je niet? Ja, sorry, man. Ik wil gewoon die Touré. Jij wil die Touré? Oké, duidelijk. Jij weet wat je wil. Hey, jij komt uit Arnhem. Sowieso yes. Gezellig. Lachen. Yes. Vitesse. Het duurt lang allemaal. Wat is dit? Volgens mij heeft de game er een beetje moeite mee. Dat. Oh, is het PS4 vandaar? Oh, Pinda to win. Oh, wacht. Ben je zelf een pinda? Nee, zeker Je bent niet. Geen pinda. Heb je pinda vrienden of is het echt een beetje... Of naar wie is het bedoeld? Naar Openda natuurlijk. Openda zelf. Want ja, ik had okay. Vorig weekend League gebruikt. Die ja, voor okay, nice. Had oh, is die kaart goed? Ja, had rank 2 gehaald. Dus oh, netjes man. Weekend League. Doe je goed. Dus ja. Je hebt sowieso wel een goed team trouwens. Even kijken. Cordoba is sick. Militao. Is Kanteo weer fijn? Ik heb hem nog bijna niet gezien deze game. Kanteo is echt fijn. Alleen, ja, wel. Is wel een beetje, maar hij is wel fijn. Ja, oké. Oh, ziek. Deze kaart ook. What the fuck. Ja, zeker. Hij is zeker ja. Goed. Vooral die is je, je hebt wel allemaal kleine mannetjes, maar op PS4 maakt dat minder uit, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Geen lengte hier en zo. Nee, precies. Dat hebben we allemaal niet. Dus Pasky hoeft niet te kijken naar deze. Die kan weer lekker doorskippen. Wij gaan... je hebt veel geld op de bank. Man, wat een geld, joh. Is ja, allemaal shit gepakt. Weet allemaal niet meer, joh. Wat ben je van plan dan? Heb je dit allemaal klaarstaan voor... Ja, voor vrijdag, dacht ik. Oh, voor vrijdag, okay. Ik weet het allemaal niet meer, joh. Hey, ik weet het ook allemaal niet, joh. Ik klik hem gewoon aan voor je, Job, en dan zien we het wel. Vitesse. Krijg we iets zieks? Dat is de vraag, Job. Het is een Australiër. Kewel, die schijnt wel goed te zijn. Oh, toch wel. Oh, ik dacht even die spits. Oh. Oh, Kewel. Toch wel goed. Yes. Hij is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 op de lijst. Dit is gewoon subtop. Okay. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mag ik nog een SO doen? Ja, jij mag een hele grote SO doen. SO naar Senne Wout, die van Vitesse, de e-sporter. Echt? Ja. Kijk. Dat is een goede klasgenoot van mij geweest op oude middelbare. Een goede klasgenoot? Dat klinkt alsof het net geen vriend van je is. Ja, dat is een goede kennis van me. Ja, dat is beter. Oké, kerel, ik spreek je, ja? Is goed. Yo. Goed, jongens. Ja, ben jij tevreden met Kewel, denk je, Bjorn? Met Kewel, nou, ja. Ja, gematigd tevreden. Het duurt inderdaad lang met die PS4-versie de hele tijd met dat team laden. Bjorn, dit is jouw team. Je bent 14, je komt uit Hilversum. Je bent gewoon... Je hebt nog een heel leven voor je. Ik ben 16 jaar ouder dan jij. Dat is een heel lijp besef. Zeker. Dat toen ik 14 was en dus in de derde klas zat van de middelbare school... dat jij gewoon het daglicht nog zelfs 2 jaar niet had gezien. Ja. Ja, goed. Dat is echt oude mannenpraat. Over wie moet er vervangen worden in je team? Ja, Rafinha vind ik niet zo heel goed. Oké, maar jij hebt dus gewoon een behoefte aan een rechtsbuit? Yes. Dat begrijp ik goed. Even kijken wat de beste rechtsbuit is hoor. Bijvoorbeeld Okocha, die kan op rechtshalf. Ja. Sidney Govu. En anders Said Al-Owairan. Nou, dan gaan we voor Okocha. Ja? Oké. Okay. Waarom? Ja, het lijkt me gewoon een leuke speler. Oké. Ben je van de skill moves? Nee, niet echt. Oh. Gewoon lopen, pasen, schieten. Ja, eigenlijk wel, ja. Groot gelijk. Bjorn, daar komt hij aan. We gaan gewoon voor een goede rechtshalf en anders dan zien we het wel. Gewoon... Cash in de klauwen mag ook. Tenminste, gewoon een waardevolle speler. Het is een Zweed. Nee, die heb je al, of niet? Ja, ik heb deze al. Een trainer ook. Oh, vreselijk. Heel zuur. Ah, dat gun je ergste vijand niet. Nee. En dan zijn we nog niet eens vijanden, moet je nagaan. Ja. Ah, kloten. Maar niet. Nee? Overleef je wel weer, hè? Ja. Je hebt nog een heel leven voor je, dus het komt allemaal goed. Ja, nou, top. Oké, kerel. Doe het goed in Hilversum, ja? Yes. Oké, man, was gezellig. Ciao, ciao. Yo, ciao, ciao. Doei. Alright. We zijn aanbeland bij Luc uit Tilburg. Luc, goeie genade. Yes. Dit team. Ja. Dat is net of ik mijn eigen team zie. Ja, echt? Nou, Moriens heb ik gehad. Maar ik heb Valverde had ik tot vorige week. Jeza, ja. Benacer heb ik. Dumfries, Theo. Ja. Danjuma heb ik op de bank. Menjan heb ik lang gehad. Navas heb ik bij de veteranen. Geweldig. Leuke ploeg. Ja, zeker. Je hebt een goede bank ook. Leao, Gakpo. Wie moet er uit zijn lijden verlost worden? Hoop toch op een spits. En dan dat ik Moriens kan vervangen. Okay. Ja, leuke speler, maar toch niet echt de meta. Dus misschien een... Brolin of zo, of gewoon een in ieder geval een leuke hero die ik echt kan gebruiken in het team. En als ja, het ook precies. Geen spits is, maakt het ook niet uit. Maar... Want jij speelt PS4 versie? Ik heb de PlayStation 5, maar ik speel op de PlayStation 4 versie, ja. Ik wou zeggen, want ik zag wel dat het allemaal lekker vlot ging en dat het beeld heel mooi is. Oké. Maar dan gaan we... Oké, ja, Brolin, die hebben we toevallig net gepakt, dus kom maar op. Kom maar, jongen. Ik ben heel benieuwd. Let's go, kom op. We gaan gewoon voor een goede spits. Kom op. Gewoon een leuke, goede spits. Engels?
Right wing? Het is goed. Nou, even kijken. Joe Cole, 150k. Je mag niet klagen, denk ik. Dit is echt prima, dit. Ja, man, de serie is prima. Hij kan niet echt in de startopstelling in de spits, zeg maar. Nee, maar ik kan hem op zich ook wel op cam of zo spelen. Dus ik denk dat ik er wel iets mee kan. Lekker, man. Dat is goed om te horen. Zeker. Dat is heel goed om te horen. Dan heb ik hier in elk geval een tevreden Luc. Zeker, zeker. Goed om te horen, man. Denk sowieso dat we hem even samen mochten openen. Ja, graag gedaan. Geen dank. Oké, okay, kerel. Ciao, ciao, hè. Yo, ciao, ciao. Oké. We gaan naar nummertje 7. En dat is Milo uit België. Waar precies eigenlijk in België, Milo? Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen. Alright. Hoop je op een speciale speler, Milo? Iets bruikbaar buiten Cordoba. Ja, precies. En welke positie moet je het eerst vervangen? Ik denk toch een betere midfielder. Midfielder, oké. Okay. En dan in plaats van Rodrigo? Of... Ja. Jeetje, je hebt echt een aanvallend team staan, man. Dat is niet normaal. Oké, we gaan voor een goede, sterke rammer op het middenveld. Hé, hey, jij bent 14. Wat doe je zoal in het leven? Vooral naar school gaan, eigenlijk. Ja, dat neemt een flink deel van je week in, hè? Ja. Ja, oké. Okay, nou, gelukkig kunnen we jou verblijden met een lekker hero packie. Ik hoop echt dat het gewoon een beest is. Yaya Touré, gun ik jou. Kom maar, met die Ivoriaanse vlag. Klop. Oh. Nee. De broer van Ochoa. Campos. Dit is van de slechtste. Ja, dit is inderdaad de op 3 na slechtste, goedkoopste. Dan was ik toch wel blijer met Cordoba. Ja, je had nog liever Cordoba dubbel gehad dan dat je deze man had, bij wijze van spreken. Voilà. Ja, gadverdamme. Milo, spijt me, jongen. Ja, snap ik. Geen probleem. Oké, jongen. Fijne dag daar, ja. En succes met je schoolleven. Ja, dankjewel. Oké, salut. Oké, dames en heren. We hebben er nog 2 te gaan. We hebben nog geen echte klapper gehad. Maar Thomas, ik hoop dat hij bij jou komt. Ik hoop het ook. Ja, uit Drenthe. Ik denk dat je dan ook gewoon, weet je, in een straal van 20 kilometer de enige bent die deze Hero SBC doet. Dus dan is je vast wat goed gegund. Laten we het hopen. Dat kan niet anders. Over wie ben je? Was ook al top. Wat zeg je? De Icon SBC was ook al top. Crespo, kan niet beter. Kan niet beter, nee. Over dat wie ben je ontevreden? Ontevreden. Ja, weet ik dan. Misschien Lorente of zo. Ik vond hem eerst wel goed, maar nu wordt het steeds slechter. Ja, precies. Hij komt steeds meer tekort, zeg maar. Ja. Ja, snap ik wel. Hé, en dat afpilsen, hoe ziet dat eruit? Nou ja, je hebt indrinken en afpilsen. En afpilsen, zeg maar, na de borrel. Juist. En, nou ja, mijn team die is er heel goed in om bier te drinken tijdens de wedstrijd zelf, zeg maar, tijdens de FIFA-pot. Dus meestal beginnen ze al in de eerste helft en de derde helft. je hebt gewoon een dramatisch team eigenlijk. Nou ja, Crespo niet. Crespo staat altijd op voor het team. Oké. Dus we moeten echt geen spits hebben. Je wil Crespo echt houden. Ja, die blijft er altijd in. Komt er echt niet uit. Dat is echt een geitje, jongen. Hij is echt goed. Oké, Crespo goat, jongen. Nou, dan gaan we gewoon voor iemand die het goed kan vinden met Crespo. Iemand die Spaans spreekt. Laten we daar gewoon voor gaan. Gewoon iemand die lekker kan afpilsen met Crespo zonder dat ze de hele tijd een tolk nodig hebben. Oké. Kewel. Die gast is wel goed. Ja, die schijnt goed te zijn. Je bent de tweede die hem pakt. Oké. Dan heb je Hernan en Harry naast elkaar. Ik denk dat Harris. Ja. Je hebt gewoon 2 Harris. Ja, goed. Ja, dat moet goed komen. Geen brandhout in ieder geval. Nee, zeker waar. Zeker waar. Je zit echt in een hoog segment. Nou, dat is lekker. Hey, kerel, dankjewel, man. En groetjes daar in Drenthe. Ga ik doen, jij ook bedankt. Oké, man, lekker afpilsen dit weekend. Yo, ga ik doen. Oké, we zijn bij de laatste aanbeland, jongens. Onze laatste kans op Ginola of op Cordoba. Of waar hoop jij eigenlijk op, Rohan? Ik heb geen voorkeuren. Je hebt geen voorkeuren, überhaupt in het leven? Nee, ik verwacht er allemaal niet meer zoveel van natuurlijk, hè. Oké, jij klinkt als een doorgewinterde FIFA-speler die inmiddels al begrijpt dat het 9 van de 10 keer gewoon ruk is allemaal. Ik heb de vorige keer die vage MLS-keeper gepakt, dus het is niet best allemaal. Oké. Hey, maar die Blanc, is die niet goed? Ik vind hem echt om te janken. Oké, nou, dat is heel duidelijk. Ik hou er wel van. Je weet wel gewoon echt wat je wil en je weet ook gewoon wat kut is. Weet je, dan kunnen we het hier nog wel over gaan hebben, maar dat heeft eigenlijk ook niet zoveel zin. Dit ziet er trouwens wel... Lucas Vazquez? Ik wist helemaal niet dat hij zo'n kaart had. Is die goed? Ja, best leuk. Best wel leuk. Ja, ik heb ook die Bellingham in voor, maar die Vazquez vind ik leuker om te gebruiken. Oké, lachen. Ja, jouw bank is op zich wel aardig. Het is allemaal niet op chemistry te krijgen. Dat is 1 grote ellende dit jaar. Ja, man. Wat een vreselijke selectie heb jij, Rowan. Niet aan te beginnen, joh. FC Bal op het dak. Nou, weet je, het is op zich wel lekker als de verwachtingen zo laag zijn. Dan kan het alleen maar meevallen. Daar komt hij. Rohan, de laatste van de video. Kom maar gewoon op. Terwijl, hier, een Argentijn. Spits, Milito. Ja,
Die ja. wordt er niet gelukkig van, hè? Nee, ik geloof het ook niet. Hij is wel 88 rated, maar dat, daar is ook alles mee gezegd, hè? Nou, dit is niet echt om over naar huis te schrijven, hè? Nee, dit is gewoon... Nee, die laat je gewoon lekker in Argentinië achter, joh. Ik zou hem niet mee naar huis nemen, überhaupt. Dan kunnen we hem discarden. Dat ga ik niet doen. Nee, dat hoeft niet. Gooi maar in een andere SBC. Nou, misschien is dat beter, hè? Ja, inderdaad. Ik wil je wel bedanken, man. Was gezellig. Ja, vond ik ook. Oké, kerel. Ciao, ciao, hè? Doei. Oké, mensen, nu de allerlaatste. Jullie zagen hem net rechtsboven joinen. John, met dit prachtige teampje. Jij wilde een MLS-team maken, zei je dat? Ja, MLS-team. Jezus, wat een kleurplaat, joh. Ik weet niet wat ik allemaal zie, man. Ja, dit heb je best wel knap gedaan nog. Heb je deze nou gekocht of zo? Nee, gepakt uit die vorige Eiken pack. Aha. En deze heb je gekocht. Oké. Nice, man. Packs moet ik nog even vrij gaan spelen. Ja. Snap ik. Nou, laten we gewoon de trekker overhalen. Trekker 08. Ja. Je bent goed bezig in je leven. Ja. 3 VWO in Gouda. Ja. De cijfers gaan goed. Je ouders zijn trots. Ja. Oh, zeker. Niet? Oh. Ja. Oké, lekker. Komt ie, jongen. Poh, ben je Ronaldo-fan? Poh. Ja. Wel een beetje fanboy, ja. Oké, dat is helemaal niet erg. Laten we hopen dat hij nog een beetje kan gaan vlammen dit seizoen, hè? Want het is nog een beetje... Ja, ik hoop dat hij voor zijn land, dat hij zijn vorm weer helemaal terug heeft gevonden. Ik hoop het voor je, man. Ik vind het een beetje onwennig, een beetje raar om te zien dat Ronaldo gewoon niet wekelijks scoort, weet je wel. Het is een beetje jammer om hem zo te zien zoeken en zien, schutteren eigenlijk gewoon voor zijn doel. Ja, klopt. Het is niet best, nee, wat hij nu aan het is. Jammer. Het is jammer. Hé, hey, ja. Daar gaan we, John. Daar komt-ie. Ja, ik heet Marcus, maar mijn naam is John Deer op PlayStation. Oh, sorry, vandaar. Ah, nou, alsnog. Ik noem je gewoon John. Tinatale! Ja! Yes! Ja. Toch nog! Een absolute rammer! Ja, oh. Is dit het beste van de video? Ja man, sowieso. Ja? Ja, serieus. Ja, deze gast is 740k, ik weet het niet. Zo, dat is wel lekker. Tuintjes. Wat is het beste van die andere dan? Ja, dan moet je vanavond maar even kijken. Maar ik denk dat de beste onder jou... Ja, dat is echt wel een gat, hoor. Je hebt echt de allerbeste. Dus klein applausje voor jou. Maar je hebt het verdiend. Je bent goed bezig op school en goed bezig in je leven. Dus geniet ervan, ja? Ja, bedankt. Oké, kerel. Is goed. Ik ga je spreken, ja? Ja. Oké, jongen. Misschien tot de volgende keer. Absoluut. Doei. Ciao. Doei. Nou... Kijkers, dankjewel. Gelukkig toch nog een klapper. Maar sowieso best wel veel prima kaarten. En vooral gewoon leuke kijkers. Jullie bedankt voor het kijken. Speciale dank aan de kijkers die hebben meegedaan. En ik zie jullie morgen met mijn eigen Hero SBC'tje. Ciao.